Mexico City. Een object zie je nou tussen die wolken daar, zie je ineens een object. Dat is op grote hoogte is dat gefilmd. Dus als je een jumbo zou overvliegen, zou die ook zo groot zijn trouwens. Dus je moet je rekening houden dat het een zeer grote hoogte is. Het is niet zomaar een lichtje in de lucht, wat vaak wordt gezegd. Maar dit is op zeer hoge grote hoogte in Mexico City. Daar zijn trouwens heel veel UFO's gefilmd, vanaf 11 juli 1991. Nou, je ziet op een gegeven moment het gedrag, hij stopt, hij versnelt, hij gaat weer terug, gaat weer achter de wolk, komt weer terug. Nou, wat is dat dan? Ja. Als je dit als agent zou zien en je zou dat dan rapporteren, of je zou het op de radarscherm zien, of je zou het... Ja. Nou, wat ik belangrijk vind, veel materiaal is op zich niet genoeg. Het moet een combinatie zijn met ooggetuigen, betrouwbare ooggetuigen, piloten misschien, militairen, politieagenten. En als je dat combineert, en dat zijn die beelden ook, ja, dan heeft het meer waarde. Kijk, een film op zich kan iedereen zeggen, het is getruckeerd. Ja, dat wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Dat gebeurt ook.